En we hebben een winnaar. Ja, echt. Het ja, was echt een mooie track. Misschien kun je daar wat feedback op geven en even zeggen wie de winnaar is. Nee. Kut. Take me to another place. Beste kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Driver Hardstyle. En vandaag gaan we op pad met Jason Payne, oftewel Sanjay. We gaan het hebben over zijn nieuwe album, dat aanstaande is. Op het moment van opnemen dachten we dat het in februari zou komen, maar het is nu waarschijnlijk in maart. Ik kijk er enorm naar uit en ik denk heel veel van zijn fans ook. We gaan nu een track laten horen, Take Me Higher. Dat zal verschijnen op het nieuwe album van Sanjay. Dus ik zou zeggen, zet je geluid een stukje harder en enjoy. Beste kijkers, daar zijn we dan in de auto met de man himself, Jason Payne. Oh, sorry. Mocht ik meepraten? Ja, tuurlijk, ja, okay, tuurlijk, cool. Tuurlijk. Hoe is het, kerel? Ja, lekker. Met jou dan? Ja, goed, goed. Mooi. In het mooie Assendelft. Ja, prachtig hier. Hoe ben jij hier beland, kerel? Ja, mijn vriendin komt hier vandaan en ik vond het hier eigenlijk super mooi. Dus ik, waarom niet? Dus we weten wie de broek aan heeft thuis. Ja, sowieso. Ja. Ik heb sowieso liever geen broek aan. Dus. Ik heb je tijger in het pakje al gezien. Dus, nee, welkom bij Driver Hardstyle. Thanks. Leuk dat je hier tijd voor wilde maken. Je hebt het druk zat volgens mij, dus, maar we gaan iets leuks van maken. De intentie is om jou beter te leren kennen als persoon en vandaaruit ook als artiest. Top. Dus laten we met een korte intro beginnen van jouw kant uit, voor jouw fans en voor de kijkers van Driver Hardstyle. Oké, okay. Nou ja, hi, ik ben Jason Payne, ook Sanjay Mabir hier. Oké, dit klinkt echt super. Knip. Hi, ik ben Sanjay Mabir. Ik ben 31 jaar. Ik woon in Assendelft. En ik woon samen met mijn vriendin en mijn dochter. En jullie kennen me waarschijnlijk ook als Jason Payne. Helder. Hey, Assendelft, je bent verloofd. Je hebt een dochter. Ja. Volgens mij gaat het lekker, of niet? Het gaat heerlijk. Het gaat heerlijk in het leven. Ja, ja, gelukkig. Hey, Maro, je draait nu al een tijdje volgens mij. Ja. Hoe lang? Sinds ik 14 ben. Je bent nu? Ik ben nu 31, dus 16 jaar alweer. Zo. Ja, het begon met heel lang zeiken bij mijn ouders om draaitafels. toen mocht ik ze op een gegeven moment kopen van het spaargeld dat zij voor me hadden gespaard. Want ik was 14. Ja. En gewoon heel veel oefenen, heel veel platen kopen van mijn zakgeld. Ja. En dat deed je toen nog. Toen was er nog geen downloaden. Nee. Ik ben echt oud, man. Tering. gewoon heel veel oefenen en heel lang urban gedraaid, house gedraaid, dubstep gedraaid, drum and bass gedraaid, hardcore gedraaid. En ik ontdekte gewoon dat ik hardstyle gewoon het allervetst vond. En dat ben ik gaan doen, ben meegedaan naar wedstrijden. En op een gegeven moment kreeg ik een kans om te draaien op een feestje. Ja. Het ging gewoon helemaal los, dus dat was helemaal mooi. En welk feest was dat? Dat was Accelerator Outdoor. Oh, gaaf feestje. Ja, gaaf feestje. Leuk, man. Ja, echt. Hey, maar je draait nu dan 16 jaar, zeg je. Ja. Hoe ziet jouw leven eruit? Want dan vraag ik natuurlijk af, kun je ervan leven? Ben je door de week met andere dingen bezig? Hoe ziet je? Ja, ik ben sowieso door de week ook met andere dingen bezig. Ja. Ik kan er gelukkig van leven, dus dat is wel nice. Ja. En wat je zegt, ik heb een dochter, dus die breng ik 's ochtends naar de gastouder. Ik breng mijn vriendin. Jezus. Ja, gewoon doorgaan. Dat hoeven we niet te knippen. Okay. Kunnen we gewoon doorgaan. Knip niet. Nee. Ik breng mijn vriendin naar de werk en dan ga ik lekker zelf aan de muziek. Hey, gentleman, naar werk brengen, zo, bosje bloemen, alles. Ja, af en toe. Ah, leuk. Ja. En even kijkend naar de afgelopen jaren, want volgens mij is het best wel een druk jaar voor jou geweest. Ja. Ja. Hoe is het gegaan? Ben je trots? Heb je dingen zoiets van, hey, dat had beter gekund? Ja, ik kan altijd beter, maar ik ben echt super blij. Ja, Defcon was gewoon geniaal weer. Decibel was gewoon enorm vet, was echt zo vet. Ja. Intens, heb ik gestaan met Unresolved en dat was echt gewoon... Dik. Ja, dat was dik. Was echt... Ja, daar was ik bij, dat was dik. Ja.
Lekker man. Dus ja, mooie feestjes gehad. Heel veel mooie dingen in het vooruitzicht. En gewoon eigenlijk alleen maar genieten. Leuk. Dus, en naast muziek, naast je vrienden, zijn er dingen waar je echt mee bezig bent? Of is het door de week gewoon echt relaxed? Nee, nee. Echt heel veel muziek. Ja. Als ik niet zelf aan het produceren ben, dan ben ik aan het studeren, dingen aan het leren over muziek. Mm-hmm. Heel veel muziek aan het luisteren. Gewoon heel veel proberen beter te worden eigenlijk. Ja. En ik hou eigenlijk stiekem ook wel gewoon van gewoon Netflixen. En gewoon chillen en lekker eten. En ja, gewoon relaxed. Maar we eten hebben we vaak genoeg op jouw stories gezien. Ja, eten shit. Laten we even een korte quiz doen, ja? Ik ga twee dingen noemen. En dan moet jij in 1 seconde reageren wat voor jou van toepassing is. Oké. Okay. Ja? Kip of varken? Varken. Schnitzel of worst? Worst. kluiven of plukken? Kluiven, sowieso. Blijven 9. McDonald's of KFC? Toch wel McDonald's. Toch wel? Ja. Nuggets of McChicken? Nuggets. Sowieso nuggets. Ja. Laatste vraag, belangrijkste. McDonald's of boerenkool? Boerenkool. Boerenkool, jongens. Boerenkool. Ik zag er voorbij komen, die boerenkool. Ik ging helemaal kapot, jongen. Sowieso boerenkool met worst. Maar alleen maar nemen. Ja, echt. Oh, lekker man. Leuk. Hé, hey, maar kijk naar jou als artiest einde. Hè? Ik bedoel, je bent best wel easygoing. Maar als artiest einde heb ik verschillende dingen voorbij zien komen. Je hebt lopen bekken met Dark Raven. Ja. Je hebt glitters in je baard gehad. Yep. Je hebt een tijgerprint pak aangehad. Yep. Is there something you're trying to say? Or... Nee. Ik heb altijd wel gedacht, hey, als ik homo zou zijn, zou ik het echt totaal niet erg vinden. Als ik bi zou zijn, zou ik het ook echt totaal niet erg vinden. Ja. Maar, en ik ben ook echt helemaal vrij en open en weet je wel, ik gun iedereen gewoon te zijn wie ze zijn. Ja. En we gaan weer doodlopen. We gaan weer houden, dan pak ik door. Superleuk man, zo'n ritzaal. Maar nee, ik hou echt alleen van vrouwen en het zou het niet worden met een man. Ik ben ook helemaal kut, hè, want ik kan het enorm waarderen. Ja, daarom rij je steeds naar doodlopende plekjes. Ik denk van, het is gewoon een homo ontmoetingsplek. En was daar een bos, maar godverdomme. Ah, we kunnen het straks wel even proberen, kom goed. Gelukkig. Sorry Nadine. Als hij dadelijk een ass pocket zo groot is, dan weet je wat we ook. Nee, ik kan het enorm waarderen, weet je. Ik hou ervan als mensen lekker out of the box gaan en volgens mij gewoon lekker scheid hebben en lekker plezier maken. Ja toch? Ja, leuk. Oh. Hey, en als artiest zijnde ben je ook lekker energiek. Is dat iets wat je ook in het dagelijks leven bent of koppelt echt tot uiting als je achter het podium? Nee, door de week ben ik echt gewoon een saaie lul en doe ik helemaal niks. En daar heb ik ook nergens zin in. En dan in het weekend dan... Kom je tot leven? Dan kom ik weer tot leven. Nee, nee man, het is toch leuk. Je bent zo, ja, het klinkt heel spiritueel bijna en ik ben echt totaal niet spiritueel. Maar ja weet je hebt zo kort en ja, als je nou alleen maar thuis zit, dan heb je dat is ook zo voorbij, zeg maar. Ja. Dus het is toch gewoon belangrijk dat je alleen maar leuke dingen doet en gewoon zoveel mogelijk leuke dingen doet en ook gewoon uit kleine dingen zeg maar gewoon positieve energie haalt. Zeker. Dus, en ja, op het podium is dat wel extreem zeker, want ja, ik droom hier echt al van, ik ben begonnen met dromen van DJ worden toen ik 8 was. Ja. En dat was zeg maar, ik zag de eerste filmpjes op TMF en zo. Jij bent echt oud. Ja, inderdaad. Godverdomme, ik hoorde mezelf zeggen. Nee, maar ik kom ook uit die tijd dus. Ja, voor jullie kindertjes die kijken, TMF was ooit een programma waar mensen tv op keken. Van, weet je wel, van muziekvideo's zoals je nu op YouTube zou kijken. Misschien is YouTube alweer achterhaald, wij weten het niet. Excuus. Maar in ieder geval, je kon op tv, je kon je videoclips kijken en ook van Hardstyle, ook van Hardhouse en dat was fucking gangster. Ja. Ja, ik zag dat en ik dacht, dit wil ik gewoon. Ja. En ik heb ook heel vaak op feestjes dat mensen dan ben ik gewoon aan het feesten en dan komen de mensen naar me toe van, hey, vind je het niet erg als ik een beetje op de foto ga, vind je het niet erg dat mensen je steeds aanspreken? En dan denk ik, dude, ik wil het al mijn hele leven en dit hoort erbij en het is super vet juist dat mensen naar je toe komen. En die waardering toch? Ja, daarom. Dus daar haal je alleen maar meer energie uit. Weet wel? En als je dan op een podium mag staan in het weekend en het maakt niet uit hoe groot of klein het podium is, hoe tof is het dat mensen naar jou toe komen. Ja, dat is fucking vet. Ja. Dus ja, daar word je gewoon blij van. Ja, heerlijk. Weet je. Ik hou er gewoon van als je ook als artiest zijn dan gewoon lekker losgaat op jouw tracks, op andere tracks. Ja. Weet je. En wat ik ook leuk vind aan jouw sets is, jij draait echt van alles. Ja, ja ik en heb niet, ook... niet je eigen nummers, ook maar van alles. Ja. En dat kan ik zo waarderen aan jou. Thanks. Ja maar dat mis je gewoon heel vaak, weet je. Op een gegeven moment dan hoor je heel veel tracks van artiesten en denk ik, oh, maar dat is niet van hem, die is lekker man.
dat is mooi. Ja, nee, maar het is ook wel logisch. Kijk, ik snap het echt wel in de zin van als jij wekenlang, als je de hele week gewoon 60 uur per week in de studio zit om je eigen muziek te maken, dan wil je natuurlijk in het weekend je eigen muziek draaien. Dus ja. Ik snap echt wel dat andere DJ's of heel veel andere DJ's dat vooral doen, weet je wel. Maar ik kan ook gewoon heel veel muziek van andere artiesten waarderen. Ja. En daar ben je ook gewoon DJ voor, vind ik. Ja, dus ik vind het gewoon vet om dat gewoon een beetje af te wisselen. Dat houdt het ook interessant, want anders heb je alleen maar hetzelfde geluid een uur lang. Ja, zeker waar. En kijk het naar andere artiesten. Zijn er, naar wie kijk jij nu het meest op het moment? Of haal je het meeste leer uit zijn sets of manier van produceren? Ah, ik denk toch eigenlijk, en dat wisselt eigenlijk ook om het half jaar bij mij. Ja. Ik denk op dit moment Disturbed. Ja? Ja. 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 Ik vind het echt topgozer sowieso, maar ook gewoon qua producties. Leuk. Heel clean, heel veel energie. Ja. En gewoon, afwisselend ook enorm, hè? Ja, ja, zeker. Gewoon ook wel iemand die een beetje breder zeg maar keuzes maakt en dingen doet qua producties. Leuk. Ja, gewoon perfect. Ja, ja, echt tof. Ja, kan ik wel met je inkomen inderdaad. Leuk. En kijkend naar jou als Jason Payne, hè, want je draait al 16 jaar. Ja. Je hebt bij verschillende labels gezeten. Vanuit mijn perspectief hoe ik dat zie is dat je enorm een beetje op en neer bent gegaan met je sound. Ja, ja ook. Is dat lastig geweest om je eigen sound of een richting te gaan vinden waarbij je echt kon uiten? Ik heb nog steeds geen richting gevonden. Ja, maar dat pakt zij maar. Ook dat, ja. Ik weet niet of je het goed ziet, maar we zijn echt in de middle of nowhere op dit moment. Geeft een goed beeld van mij, man. Ik pak de vaseline even. Nee. Ja, hij is niet nodig. Maar, kom maar goed. Oh, mooi natuurlijk. Maar wat je zegt, ik hou van alles. En ik hou van alles qua muziekstijlen, maar ook qua sounds. En ja, daardoor wisselen mijn producties steeds heel erg af. Ja. Maar ook de dingen die ik draai. Ja. Waardoor ik op een gegeven moment soms niet meer bij een label pas. Of ik gewoon zelf het gevoel niet meer heb dat ik erbij hoor. Ja. En dan is het tijd voor wat nieuws. Vandaar ook dat ik vorig jaar mijn eigen label ben gestart. Ja. Om gewoon echt mijn eigen plekje te hebben waar ik gewoon eigenlijk kan doen waar ik zin in heb. Ja. En dat gaat echt super goed. Ja, gaaf. Gaaf. Ja. Want ik merk ook in je tracks van laatste jaar, daar zit wel meer een leidraad in qua sound. Ja. Of ervaar je het zelf nog niet zo? Ja, het begint nu een beetje te komen. Het is vooral heel veel proberen. En ik moet zeggen dat ik het laatste jaar, of de laatste twee jaar eigenlijk, ben ik ook gewoon veel meer aan het studeren geweest. Maar ben ik ook meer bezig geweest met technieken vasthouden. Ja, klinkt heel stom, maar wat ik eerst deed was eigenlijk gewoon steeds een leeg canvas en dan ging ik gewoon dingen proberen. Ja. Waardoor je ook qua kwaliteit, maar ook qua geluiden en eigenlijk alles kwam je steeds op iets heel anders uit waarbij je op dat moment in zat. Ja. En nu probeer ik bepaalde elementen vast te houden, zoals kicks, maar ook gewoon de sound van bijvoorbeeld de vocal die ik dan kies. Ja. Die meer bij elkaar vast, horen inderdaad, waardoor je een soort van eigen vibe krijgt. Ja, nou ik merk gewoon dat jij nu een mooie balans hebt tussen het euforische of melodieuze en de smerige kicks die je af en toe erin gooit. Ja, smerige kicks blijven gewoon gaaf, toch? Ja, zeker weten. Ik bedoel, ik hou ervan. Maar ik kan het melodieuze ook waarderen en dat merk ik, dat hou je echt wel vast in. Dat is wel echt heel tof. Ja, ik vind het op een gegeven moment een beetje jammer dat je, als je harde kicks maakt, dat is leuk. En het is echt wel tof als die voor het eerst inkomt. Ja. Zeker op zo'n groot podium, weet je wel. Ja. Met fucking lekker geluid. Ja. Ja, dan is het heerlijk. Dan trekt iedereen zo'n lelijke kutkop. Maar kop naar binnen. Ja, maar na 8 keer diezelfde kick, dan ben je er eigenlijk. Dan is de initiële hardheid is al weg. Ja. En weet je, juist melodieën, juist mooie vocals, juist mooie elementen, die kunnen dat contrast groter maken. Ja, of goede achtergrondgeluiden die het opvullen. Ja. Dat maak je ook heel veel gebruik van. Ja, zeker. Dus, dat vind ik gewoon vet. Leuk. En wat zijn de ambities van je eigen label? Heb je daar ook een plan voor of is dat nog... Ja, zeker. Ja, ik heb me gelukkig net wat toffe nummers laten horen van nieuwe jongens. Ja. En ik ben vanaf volgend jaar ben ik echt op zoek naar nieuwe artiesten. Dus als je vette muziek maakt, stuur me een berichtje. En dan kunnen we hopelijk zaken doen samen. Okay. Leuk vooruitzicht. Leuk vooruitzicht. We komen dadelijk terug op de nieuwe talents die we samen hebben gedaan. Dat is voor het einde. Ja. Je hebt afgelopen jaar heb je ook je eigen event gehad. Ja. Armageddon. Vertel, hoe is dat gegaan? Ja, dat is echt, ik wou al heel lang een eigen feest doen. En het was gewoon, het is toch best wel spannend. Ik bedoel, eerlijk, als DJ word je gevraagd voor een feest. Je gaat daarheen, je draait en eigenlijk ben je daarna klaar. Ja. Maar bij een feest organiseren komt natuurlijk zoveel kijken. Je moet eigenlijk alles regelen. De venue, je moet posters, artwork, van alles. Ja. Weet je, artist. En het is gewoon soms een beetje chaos. Ja.
En dan past wel bij je. Ja, nee, daarom. Maar het is niet de eerste keer eigenlijk. Want ik had in 2013, 2012 deed ik ook eigen feestje organiseren. Ja. Dat was op de Wall in Amsterdam. Ja, ja. Het waren wel hardstelfeestjes daar. Geen hardstelfeestjes. Lekkere BDSM-feestjes. Maar dat was heel chaotisch eigenlijk. Er kwamen zeg maar, er konden maar 200 mensen in. Ja. Dat was een heel, heel kleine club. Maar omdat daar natuurlijk alleen maar toeristen rondlopen, had je dat steeds mensen ingingen. En dan na 10 minuten dachten ze, fuck deze muziek, wat is dit? Ja. En dan gingen ze weer weg. Ja. Dus die club die had maar een capaciteit van 200 man. Maar we verkochten elke avond verkochten we 700 kaartjes. Helemaal iedereen. Ja, mensen in en uit. En leverde bakken met geld op. Super leuk. Maar de sfeer was echt super kut. Want iedereen kwam alleen maar in en uit. Dus, daar zijn we weggegaan. En toen heb ik het eigenlijk, toen ging het gewoon lekker met Jason Payne. En toen. Toen ben ik gewoon verder gegaan met gewoon zelf draaien en geen feesten meer geven. Ja. En nu ben ik dus echt weer een beetje bezig om mijn eigen feesten te doen. Ja. De bedoeling is wel dat het kleinschalig blijft. Ja. Grote feesten zijn dus er genoeg. Geen lidvoordeelsachtige Kijk, misschien ooit als Jason Payne zelf, zeg maar, lijkt me dat super vet natuurlijk. Ja. Ik bedoel, echt zo'n avond die helemaal op jou gefocust is, geweldig. Maar Armageddon moet juist een plek blijven waar jonge talent de kans krijgt om zichzelf te bewijzen. Leuk. Om ervaring op te doen en waar ook gewoon mensen die interesse hebben in zeg maar jonger talent ook echt gewoon graag komen kijken. Leuk, want je hebt ook al een leuke talenten gehad, zoals CryEx en dat soort jongens. Die zijn ook lekker bezig volgens mij. Ja, ik ben echt top bezig, zeker. Echt toffe gozer ook. Leuk. Hey, en kijkend naar Jason Payne, ben jij nu op het plek waar je had verwacht te zijn? Of heb je zoiets van, er had misschien meer in gezeten, of ik ben totaal verbaasd met hoe het nu gaat? Beetje van beide. Ja? Ja, misschien kom ik niet altijd zo over, maar ik kan wel arrogant zijn. En ergens had ik, bij sommige dingen wel gehoopt dat ze, grootser zouden uitpakken. Ja. Kun je een voorbeeld geven? Iets doms misschien. Ik heb nog nooit gedraaid in Spanje, bijvoorbeeld. Ja. Terwijl ik heel veel van mijn collega's daarheen zie gaan. Ja. Maar Spanje heeft bijvoorbeeld totaal geen interesse in mij. Oké. Dat vind ik dan toch wel, weet je, ja, apart zeg maar. Ja. En weet je, denk je te weten waarom dat komt? Of is dat gewoon echt? Ja, ik heb echt wel genoeg Spaanse fans die dan af en toe een bericht sturen van hey, wanneer kunnen we naar Spanje? Ja. En ik zeg, joh, graag stuur een berichtje naar een organisator of iemand die je kent. Ik doe het zelf ook vaak genoeg, maar dan krijg ik gewoon... Geen reactie? Of geen reactie. Weet je wel, of je krijgt een bericht van, we laten u al weten. En dan hoor je niks. Nee, dan hoor je inderdaad niks. Dus dat eigenlijk. Maar aan de andere kant, ik bedoel, ik sta op Defcon, ik sta op Decibel. Zo'n beetje een scheve balans daarin. Ja, en daarom ben ik eigenlijk alleen maar dankbaar. Ja. En het is gewoon super vet dat het gewoon... Ja, dat het gewoon zo goed gaat. Dus, wat we kunnen doen is, we hebben natuurlijk Steve in de auto gehad met weer lekker lopen bekken. Die gaat vaak naar Spanje, dus misschien kunnen we aan Steve vragen om jou een keer mee te doen. Ja, inderdaad. Dus zo. Steve, mocht je kijken? Nee, maar. Zomer tour met Jason Payne. Nou, hè, heerlijk. Nee, maar weet je, dat zijn dingen volgens mij die, als het gebeurt, is het top. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook heel veel dingen waar je trots op mag zijn. Alleen maar bijna. Ja. Ik bedoel, weet je, hoe vet is het dat je gewoon op grote festivals staat. Dat je toch inderdaad de hele wereld over mag. Ik ben Amerika geweest, ik ben Australië geweest. Ja, dat is gewoon ziek. Ja, dat zijn dingen waar je niet, tenminste wel van kan dromen. Maar als het gebeurt, dat je ook denkt van... Fuck, it's really happening. Ja, inderdaad. Ja, zeker. Ja, leuk man, leuk. Ja. Hey, en je vriendin, is zij ook lekker van de hart? Ik zie je wel vaak meegaan. Ja, ze is altijd mee. Ja, leuk. Ja, ja. Leuk. Wat dat betreft ook echt super lief. Mijn moeder, die past bijna elk weekend op. Leuk. Ja, en die zorgt er ook echt voor dat mijn vriendin dan ook mee kan. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, misschien heb je het al een beetje door naar aanleiding van dit interview, als je me nog nooit in het echt gesproken hebt. Ik ben een beetje chaotisch. En mijn vriendin is dan degene die wel echt ervoor zorgt dat alles op tijd geregeld is. En alles dat ik ook echt op het podium aankom, zeg maar. Dus het is... Ze houdt je een beetje een gareel. Gelukkig maar. Ja, nee, ik bedoel, echt, het is echt een super chille chick. Maar soms dan is het echt gewoon, dan ben ik weer aan het hangen. Dan ben ik weer verdwenen. Dan ben ik weer te lang met mensen aan het praten. Ja, en dan is zij er altijd om ervoor te zorgen dat ik ook echt... Ja, ja. You gotta go. Ja, dus dat is alleen maar mooi. En weet je, we vullen elkaar goed aan. En, dat is heel belangrijk, want je bent ook verloofd. Ja. Een ja, dus je bent te laat met trouwen.
Dus wanneer gaat het gebeuren, Jason? 2021. 2021? Mei. Ja. Leuk. Ja, leuk, leuk. Ik heb er helemaal zin in. Ja? Dus, als we begonnen met regelen? Anders, ja, of? Maar dat is ook echt... veel werk, hè? Heftig geregeld. Ja, ja, ik kon heel veel bij kijken. Leuk. Maar het is ook gewoon zo leuk. En ja, ja, we kunnen niet wachten. Leuk, dus, wordt ook een mooi feest. Ja, geloof ik zeker. Met jou zeker. Hey, Sanjay, kijk het naar 2020. Ja. Volgens mij komt er iets leuks aan. Ja. En volgens mij is het ook leuk om het hier te over hebben, want je bent met een eigen album bezig. Hè? Yes. Vertel, hoe is dat in je gekomen? Want je laatste track, Brutal Force. Toch? Brutal Force, ja. Brutal Force is uit juli, juni? Juli, ja. Dus volgens mij ben je altijd bezig om dat... Ik ben altijd bezig, ja. En ik heb het eigenlijk best wel lang stilgehouden. Tenminste, ik heb er nog nooit iets online over gezet, ja, zeg maar. Want ik wou eerst een beetje zeker weten dat het, dat het een beetje ergens op begon te lijken. Ja. En nu begint het echt ergens op te lijken, dus dat is wel mooi. Want en, je intentie is eind februari? Eind februari, ja. Dus binnen nu en 2 weken? Ja, dan komt hij. Ja, we weten nog niet wanneer, want deze wordt natuurlijk een tijd van tevoren opgenomen. Ja. Maar goed, we gaan sowieso een track laten horen in deze aflevering. Ja, dus heel erg benieuwd hoe het gaat zijn. Maar hoe gaat de album eruit zien? Gaat het een, want je houdt van heel veel dingen. Ja. Gaat het een beetje een mix zijn van styles? Of wordt het echt een harde, een smerige album? Ja, smerig wordt het sowieso al bij. Nee, het begint echt inderdaad een beetje melodieus en gewoon euforisch. Ja. En zo bouw ik eigenlijk een beetje op naar gewoon de krochten van de hardstyle en tyfus herrie. Ja, ja. Leuk. Ik vind alles leuk en mensen die naar mijn show zijn geweest, die kennen dat ook wel van me. Ja. En ik vind het gewoon belangrijk om een beetje alles van mezelf te laten zien. En gewoon ook laten zien dat ik gewoon, ja, ik weet niet, een album dat alleen maar dezelfde harde tracks of alleen maar zachte tracks heeft, dan zet ik na 2 nummers uit. Want, heb je het na 2 nummers heb je het wel gehoord. Ja. En ik vind het gewoon leuk dat er gewoon enigszins een opbouw is, maar dat er ook gewoon verschillende elementen in zitten. Ja, geloof ik. Blijft een beetje divers ook. Ja, daarom. En zijn er nog wel samenwerkingen op de album met andere artiesten? Nee, dit is Almi. Helemaal. Oh, ja, ja. Wauw, dus 100% Jason Payne gaan we krijgen. Ja. Gaaf, man. Ja, leuk. Leuk. Hey, en ik had nog een vraag in mijn kop, die ben ik even kwijt. Oh ja, uit hoeveel nummers staat je album? 10. 10 nummers? Ja. Bewuste keuze? Ja. Ja, ik... misschien ook weer... Ja, dat klinkt misschien een beetje lullig, maar ik heb altijd het gevoel dat als er 16 of 17 nummers op een album staan, dat er 5, 6 zijn die me echt aanspreken en de rest luister ik nooit meer naar. Ja. En ik vind gewoon juist jongens als Future Noise, die zeg maar zo'n kleiner album maken. Act of Rage heeft de laatste ook een klein album natuurlijk gemaakt. Ja, net geen EP, maar net heel groot. Ja, maar dat zorgt er wel voor dat eigenlijk bijna elk nummer gewoon veel meer gefocust klinkt voor mij. En gewoon echt alsof veel meer aandacht aan besteed. Ja, ofzo. Dat snap ik. Dus ik dacht van het heeft weinig nut om 18 nummers te maken. Ja. Als 10 eigenlijk gewoon is wat ik neer wil zetten. Helder. Ja. En kijk het naar het proces. Was het moeilijk? Vond je het lastig? Je bent chaotisch natuurlijk. Ja. Nou ja, weet je, ik probeer nu een beetje mijn leven wat stabieler in te plannen. Ja, klinkt alsof je net van drugs verslaafd bent. Ja, ben ik ook. Ja, ik kom er net uit. Nee, kijk, de grap is, en dat is dan weer een beetje teruggeleidend op mijn persoonlijke leven. Kijk, je bent natuurlijk gewoon door de week ook met je privéleven bezig. Ja. En als je mijn vriendin werkt, mijn dochter die gaat naar de gasthouder. Dat zijn de momenten dat ik eigenlijk het beste kan werken. Ja. Als die kleine bij mij thuis is, ja, dan gaat het niet. Dus wat ik doe is, 3 dagen in de week zit ik sowieso vol aan de muziek. Ja. En die andere 2 dagen door de week, maandag en vrijdag is dat, dan werk ik 's avonds. Ja. En dan, zo bouw ik het eigenlijk een beetje op. En dat ging in het begin een beetje chaotisch en nu is daar wel in ieder geval een stabiele factor in. Ja? Dat is wel mooi. Ja. Ben jij iemand die beter gaat presteren onder druk? Ja, zeker. Ik weet dat zeker. Die laatste paar weken, dan... dan ga je echt knallen. Ja, dan... en dan, weet je, juist als het tijd is, dan heb je altijd het gevoel dat je dingen beter kan doen. En dan wil je dingen niet afsluiten, zeg maar. Ja. En uiteindelijk moet je een soort van de keuze kunnen maken van, hé, nu is een nummer gewoon klaar. Ja. En dat vind ik nog het moeilijkste, denk ik, aan het hele proces. Helder. Nog een laatste vraag over het album. Is er al een track waar jij het meest trots op ben? Ja, op dit moment in ieder geval is dat Take Me Higher. Take Me Higher. Ja. Oh, echt? En die ga ik je ook opsturen. En je album heet? Die heet Dark Side. Dus ik word nog wel... Dark Side!
kleine knip over had. Dus, Ja, leuk. Ik ben enorm benieuwd, gozer, echt waar. Dus we gaan het meemaken. Binnen nu en twee weken komt hij uit. Exacte datum weten we nog niet, maar dat gaan we denk ik heel spoedig horen. Ja, tegen die tijd, tegen de tijd dat je het filmpje ziet, zou ik als het goed is al van alles geblad moeten hebben op de internet. Ja. Dus dan gaan we het meemaken. Ja. Top. Ja. Hey, we hebben nog twee dingen voor jou. We zijn bijna op het half uur en ik hou het meestal op half uur. De eerste was de New Talents. Ja. We hebben een aantal artiesten, tenminste hebben opgeroepen om tracks in te sturen. Want zoals jij en ik vinden het belangrijk om mensen die opkomen een podium te geven. Zeker. We hebben 32 aanmeldingen gehad. Bedankt daarvoor. Ja, echt waar. Ja, blijf daar mee doorgaan. En kun je vertellen wie de winnaar is en wat feedback geven. Ja, Outline, jij bent de winnaar geworden. Echt, wat een vette track. Gewoon de vibe klopt, de melodie is vet, de focus zijn vet, kicks zijn super nice. Dus ik wil je echt heel graag nog een keertje spreken, want hopelijk kunnen we ook wat meer voor elkaar betekenen. En het zou echt top zijn en ik wil je track graag draaien. Top, gefeliciteerd in ieder geval. Ja. En ik wil ook nog een shout-out naar Venom en Serum, die hadden ook een mooie track. Echt een hele vette. Maar helaas, ik kan er maar één winnen. Ja. En wellicht iets voor jouw label volgend jaar. Ja, super vet. Met de knipoog. Gaaf, leuk. We hebben nog één vraag. Wat we altijd vragen is aan de artiest in de auto voor een nominatie voor één of twee DJ's. Of een MC, mag ook. Die in de auto, die jij graag bij een volgende aflevering van Driver the Hardstyle zou willen zien. De eerste waar ik aan denk, en dat is nu ook omdat we steeds meer nog hoger naar het noorden rijden, is je goede vriend uit Schagen, Ramon Stuurman. Gaaf. Live it. Gaaf, leuk. Jouw beurt. Gaaf, leuk. Ik vond het een heel goed idee. Ik ook. Ja, toch? En heb je nog een DJ misschien? Een DJ. Waar je goed mee bent? Nou, ik denk dat je aan Unresolved wel een goede zal hebben. Heel gaaf. Ik vraag me alleen af of je hem kan verstaan. Sorry, Igor. Kan die Engels of niet? Hij kan Engels, soort van. Toch? Ik hoop het. Hij kan ook nog een beetje Nederlands, dus hopelijk verstaat hij het. Nou, wat we gaan doen is, als deze aflevering online komt, dan vraag ik aan jou om hun hierin te taggen. Top. Misschien kun je ze van tevoren al berichten van, is dit wat voor jullie, ja of nee? En dan als ze tijd hebben, zin hebben, dan gaan we ze hopelijk hier zien. Top. Top. Nice. Sanjay, bedankt voor je tijd. Thanks, super gaaf, man. Echt. Zeker. Heb jij nog iets wat je kwijt wil aan je kijkers, aan de fans van jou of van Driver the Hardstyle? Nou, op dit moment alleen echt super bedankt dat jullie hiernaar hebben gekeken. En over twee weken ongeveer dus mijn album. Dus downloaden die shit. Streamen, downloaden. Illegaal downloaden. Maakt mij geen kut uit als je me luistert. Als je maar kan meezingen bij de festivals. Deel. Toch? Ja. Belangrijkste. Top, kerel. Bedankt voor je tijd. Ik vond het super tof. Ja, ik vond het ook echt leuk. En ik ga je vaker zien, dat komt wel goed. Sowieso. Beste kijkers, bedankt voor het kijken. Ik zou zeggen, volg deze vriendelijke meneer op zijn socials. Jason Payne. Op Insta, op Facebook, op YouTube. Je hebt ook alle mikmak volgens mij. Als je het leuk vond, geef ons even een like. Of een kut opmerking naar Sanjay. Ook goed. Mag wel. Bedankt voor het kijken en we zien jullie snel met Driver the Hardstyle. Later!